Hoi, mijn naam is Rick en welkom bij deze aflevering van Skill. En vandaag gaan we het eens hebben over een andere tactische truc dan dubbele aanvallen op dit niveau. We gaan het hebben over uitschakelen van verdedigers. Na alle dubbele aanvallen gaan we het eens even over andere tactische trucs hebben vandaag. Deze en de komende aflevering gaan we het hebben over uitschakelen van verdedigers. Omdat dit onderwerp iets te groot is om het in één aflevering te behandelen, ga ik in deze aflevering de introductie en één voorbeeld van het uitschakelen van verdedigers behandelen. En behandel ik de andere twee voorbeelden in de volgende aflevering. Het uitschakelen van verdedigers is niet meer en niet minder dan wat dat eigenlijk al zijn. We gaan op het moment dat we dezelfde hoeveelheid aanvallers als verdedigers op een bepaald stuk hebben, proberen eerst verdedigers uit te schakelen, zodat we daarna het stuk gratis kunnen winnen. In deze situatie heeft wit bijvoorbeeld één aanvaller op het paard op C4 en zwart heeft één verdediger. Nou weten we uit de aflevering over meer aanvallers dan verdedigers dat dit goed gaat voor de verdediger. Echter, als we met wit eerst de loper eraf slaan en daarmee de verdediger van het paard uitschakelen, ondanks dat zwart deze nu terug kan pakken, kunnen we daarna nu wel het paard eraf slaan, omdat we in deze situatie nu één aanvaller hebben en zwart 0 verdedigers. Dit is ook het voorbeeld van het uitschakelen van verdedigers wat ik in deze aflevering ga behandelen. Dit is namelijk het slaan van de verdediger. Daarnaast heb je nog twee andere manieren om verdedigers uit te schakelen. Dit zijn de verdediger wegjagen en de verdediger weglokken. Deze twee voorbeelden zal ik in de komende aflevering gaan behandelen. We gaan maar meteen door naar het eerste voorbeeld van vandaag. Nu ik je al heb laten zien hoe het uitschakelen van een verdediger werkt met slaan, krijg je bij dit voorbeeld weer 5 seconden om je video op pauze te zetten om zelf op zoek te gaan naar de oplossing. Dit is een mooi simpel voorbeeld om deze twee afleveringen er meteen maar even in te komen. We zien hier dat wit één aanvaller heeft op de loper op E7 en zwart heeft één verdediger. Deze verdediger kunnen we makkelijk uitschakelen door met het paard hier op E3 het paard eraf te slaan. Zelfs als zwart nu de loper op B4 slaat, kunnen we terugslaan met het paard. En als zwart nu eerst het paard eraf slaat, wint wit de loper op E7. Hiermee zien we dus mooi hoe we een stuk kunnen winnen door de verdediger van dat stuk eerst uit te schakelen door de verdediger van het bord te slaan. En we gaan door naar het tweede en laatste voorbeeld van vandaag. Ook hier is wit aan zet en je krijgt weer 5 seconden. Hier in dit voorbeeld zien we dat wit twee aanvallers heeft op het paard op F7. Maar zwart heeft ook twee verdedigers. Door met het paard eerst de loper op E8 te slaan, schakelen we één van de twee verdedigers uit. Als zwart nu terugslaat, kan wit het paard op F7 pakken, omdat zwart nu nog maar één verdediger heeft en wit twee aanvallers had. Dus ook als je meer dan één verdediger hebt, kan dus een verdediger uitschakelen je hier materiaalwinst opleveren. Dus ook daar geldt dat je door een verdediger uit te schakelen een overtalsituatie kan creëren en dus een stuk kan winnen. Ook zijn er voorbeelden te bedenken waar je goed moet letten op de stukken. In deze situatie, als bijvoorbeeld zwart aan zet is, zou je door met de toren hier de loper te slaan een verdediger uit kunnen schakelen, ondanks dat je op de eerste zet meer punten verliest dan dat je wint. Hier sla je namelijk eerst 3 punten en verlies je de 5. Maar kan je daarna het paard slaan en win je er in totaal dus 6. Dus het is ook heel belangrijk om goed op te letten hoeveel punten je kan winnen en hoeveel punten je eventueel daarbij verliest. Ook bij het uitschakelen van verdedigers zijn er signalen dat deze in jouw stelling kan zitten. De signalen zijn als volgt. Je valt 2 stukken tegelijkertijd aan, of voor de volgende aflevering, je kan 2 stukken tegelijkertijd gaan aanvallen. Eén van de 2 stukken die je aan kan vallen of aanvalt, verdedigt het andere stuk dat je aanvalt. En niet echt een signaal, maar wel een belangrijke tip. Let ook op de punten die je kan winnen en die je eventueel verliest. Samengevat hebben we het volgende behandeld in deze aflevering. We hebben het gehad over het uitschakelen van verdedigers. We hebben het eerste voorbeeld behandeld hoe je verdedigers uit kan schakelen door de verdediger van het bord te slaan. En tot slot hebben we de signalen behandeld waaraan je kan herkennen
dat dit misschien in jouw stelling zit. Aan het eind van deze aflevering zal er een opgave in beeld verschijnen die je zelf kan proberen op te lossen. Daarnaast zal er in de beschrijving een link staan en zullen de pagina's van de stappenboekjes in de beschrijving staan waar je verder kan oefenen met de onderwerpen uit deze aflevering. Zet tot slot het antwoord van de opgave die in beeld verschijnt in de comments en ik zal aangeven of je oplossing juist is of je anders tips geven om de opgave wel goed op te kunnen lossen.